Kom je, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn eigen haar aan het blonderen. En ik vrees het ergste. Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar mijn Day in the Life vlog. Ik heb er een Week in the Life vlog aan. Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar deze Day in the Life vlog. Ik heb er een Day in the Week vlog van gemaakt. Ik heb er een week vlog van gemaakt. In deze week vlog ga ik jullie laten zien hoe mijn week eruit zag. Tot dan. Nou, mijn huid ziet er niet uit, maar dat maakt wel geen fuck uit dat iedereen wel is. Ik ga mijn zuster haar verven. Oké, jongens, dit ziet er nu zo uit. Hier zijn al een aantal mensen van jullie, heb ik al gezien. Zeg maar 20. Hoe vind je dat ik het zo ver doe? Niet zo op YouTube. Ja, nu zit je er helaas al in. Oké, jongens, ik kom er net achter dat ik blonde plukjes krijg, slash mag. Dus ik ga nu even mijn haren wassen en feunen, zodat ik zo meteen de verven kan. Oké, jongens, we hebben schone haartjes. Ik ga nu even mijn haar feunen in mijn zusterkamer. Dat weet ze niet, dus... Oké, we zijn nu in mijn zusterkamer. Hier ligt de feun. Dus ik ga even hier zitten. Hoe werkt dit? Zo? Nee. Zo. Oh, de stekker zit er niet in. Waar ben jij? In Pupparkamer. In Pupparkamer. Hoezo dat dan? Mijn haar aan het feunen. Oh, je bent je haar aan het feunen, want ja. Je wil echt blond gaan. Ja. Oké. Okay. Dat is niet zo. Hoi. Temptation. En dan denken jullie misschien van, waar is die jongens vader? Nou, mijn vader die is aan het werken boven. Want het is gewoon een maandagmiddag, avond. En er moet gewoon doorgewerkt worden, want er moeten... gewoon klussen af waar hij werkt. Dus dat is hij aan het doen. Het is niet dat mijn ouders gescheiden zijn of zo. Gelukkig. Nou, mijn hartjes zijn droog. Zoals jullie hebben kunnen zien hiervoor. En nu ga ik weer naar mijn zus, hoe het daar gaat. Hoe gaat het hier? Slecht. Oh, want? Ik zit vlak tegen mijn mental breakdown aan omdat het hier donker daar is. Ja. Ja. Die shit kan ook. Nee, maar het ziet er wel heel zwart uit nu hoor. Het ziet er wel echt heel zwart uit. Ja, dat is echt super fijn. Leuk feitje over mijn hond en een banaan. Waar de banaan is, is zij. En ze heeft er ook alles voor over, zeg maar. Dus zit. Zit. Poot. Af. Af. Kijk eens. Goed. Ja. Toen is haar haar, wordt op dit moment strak gedaan. Maak mijn benen. Oeh, daar komt het allemaal op de tafel. Oh, Suffie. Oh, dat is heel bed. Gaat er niet meer uit. Ik heb zwart beenhaar, jongens. Is het goed zo? Ja, meer dan goed. Oké. Oké, ik neem jullie weer terug mee als het uitgespoeld is. Jullie denken dat het meevalt, maar het is echt taf, dus veel nog. Nou, jongens, dit is het eindresultaat. Mijn been is blauw en mijn haar is nog steeds blond. En mijn hondje staat hier om te spelen. Oké, jongens, de tweede laag kleur zit erin. Dat is blond, dat eronder is zwart. En straks zien jullie het eindresultaat. Sorry trouwens dat ik niet heb gevlogd hoe ik ermee bezig ben, maar niemand kon het vloggen, dus. Tommy, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn eigen haar aan het blonderen. En ik vrees het ergste. Jongens. Over ongeveer 7 minuten begin mijn Engels examen. Maar door het coronagezeik heb ik dus nu al eindexamens. En mijn eindexamens is mijn laatste toetsweek voor mijn officiële eindexamens. Dus ik ben misschien wel de enige generatie ooit die geen examens hoeft te maken. Nou, ik heb mijn Engels examen gemaakt. Dat was best wel gespannen. Het was namelijk om niet een schriftelijke overhoring, maar gewoon face-to-face met videocall. Dit mormel zat er de hele tijd doorheen te piepen. Maar
Nou, het is gelukt. Ik hoop dat het een voldoende is in ieder geval. En daar gaat het om. Ik ga nu even het hondje uitlaten. En als het hondje is uitgelaten, dan ga ik even wat eten. En als het goed is, zijn dan mijn zus en mijn moeder klaar om naar het strand te gaan met het hondje. Ik word net vol door dit beest de stront ingetrokken. Oh, nou weer. Nee. Goedemorgen. Het is 1 april. Ik hoop dat jullie allemaal... Ik hoop dat jullie allemaal leuke grappen hebben uitgehaald bij jullie ouders, broertjes, zusje, opa, oma, weet ik het wat. Als je het maar niet met corona te maken had, wat waarschijnlijk wel zo is van, ik heb corona. Doe jij even je ogen vast? Nee, ik vind dit... Ik vind dit artistiek. Maar anyway, ik hoop dat jullie het leuk hebben. Ik heb net scheikunde gemaakt, een scheikunde toets. Ik heb een 8,4 daarvoor, dus dat is lekker. En ik hou jullie op de hoogte. Sorry voor het tegenlicht. Dit is mijn ontbijt vandaag. Patroformatie. Jongens, ik vergeet steeds het belangrijkste te filmen. Maar ik heb net een intakegesprek gehad van mijn vervolgopleiding. Of het goed ging, moi. Ik hoop het. Ik ga jullie op avontuur meenemen. Mijn vader heeft namelijk een mountainbike gekocht. Die gaat hij nu op het eerst... Voor het eerst met fietsen. En daar is hij heel trots op. Dus ik ga jullie daar even in meenemen. Oké, dus dit is hem. Dit is de fiets. De mountainbike. Dat is mijn racefiets, zeg maar. Dit is papa's nieuwe mountainbike. Hoe lang ga je fietsen, pa? Hey, pa. Dag hoor. Dag. Dag hè. Dag. Doei hè. Ja, ja, ja. Let me nooit op je vraag. Ja, ja, ja. We gaan content maken, jongens. We gaan naar de speeltuin. Ik ga jullie een kleine rondleiding geven door Leiden. Heel klein, hoor. Echt heel klein. Het gaat ook regenen zo, denk ik. Dat is kut. Maar ja, hè. Alles voor die goeie content. We zijn dus bij de speeltuin, maar die ligt echt midden in alles wat je kan doen. En gewoon midden in de woonwijk, zeg maar. Er wonen ook een heleboel kleine kinderen. Vandaar dat er ook een speeltuin is. Ik schaam me helemaal kapot. Echt helemaal kapot. Kut, het gaat toch nooit lukken? Fuck. Nee, dat gaat niet lukken, jongens. We gaan wel van de glijbaan. We gaan eerst deze ultra super moeilijke bergbeklimming doen. Hebben jullie ooit zo'n bergbeklimming in het wild gezien? Nee, ik ook niet. Dan gaan we van de glijbaan. Zo, holy shit gek, dit ging echt tam toe hard. Dit is mijn daily workout. Ik denk dat ik in lange tijd nog nooit zoveel bewogen heb. Ik heb al bijna 500 meter gelopen. Dit kanaal komt op Space. Ja, en meestal open, als we met z'n allen zijn, open we het kanaal met What Up Space. Gewoon, hoe gaat het met jullie? What up? Maar dat doen we nu niet. Want ik ben nu alleen. Mijn vrienden, ik mag niet naar mijn vrienden toe, want er is quarantaine. Het is wel een grappig beeld. Ik denk niet dat ik het op de camera kan krijgen, maar... Op elk balkon zie je al die verschillende kleurtjes. Dat zijn bierkratten. Dat zijn bierkratten. Oh, dit werkt nog best wel goed. Dat zijn bierkratten. Dat. 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 En dat. En dat. En dat. En dat ook. Jongens, ik weet het, de opdracht was een dagvlog. Dagvlog is er niet van gekomen, het is een weekvlog geworden. Omdat ik zodanig weinig te doen had, dat het een weekvlog is geworden. Mensen, superleuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Like, abonneer. En dan zie ik jullie bij de volgende keer. Dag.